Dit is de kleinste kerstboom die we hebben. En die zat in een pot. Alleen de pot was zwaarder dan deze boom. Maar maakt niet uit, hè? Deze levert ook 50 cent op. Ze leveren allemaal evenveel op, wat voor kerstboom je ook hebt. Marijn en Rens van de Beukel zijn de hele dag met niets anders bezig dan kerstbomen ophalen. Ze hebben maar één doel, zoveel mogelijk geld ophalen voor Kika. We krijgen 50 cent per boom. Dus 400 is 200 euro. En we hopen denk ik wel 250 euro op te halen. Rens is zelf lange tijd ziek geweest door leukemie. Inmiddels gaat het heel goed met hem en weet hij hoe belangrijk het is om andere kinderen te helpen. Ik heb zelf kanker gehad. En zo zijn we erbij gekomen dat we het voor Kika gingen doen. Ja, want dan kan je andere kinderen helpen. Hoe gaat dat? Nou, dan kunnen de dokters weer medicijnen kopen en dan kunnen ze de kinderen helpen. Met hulp van opa rijden ze door het hele Westland op zoek naar afgedankte kerstbomen. Soms moet er even worden gezaagd. Ja, is dat het geheim van opa? Het gemak van opa. Het gemak. Je hoeft niet zo hard te duwen. Na een dag hard werken in de kerstbomen spelen de jongens in, hoe kan het ook anders, de kerstbomen. Wat is er aan de hand, Rens? Mijn schoen zit vast tussen de bomen. Ja, dat wordt duiken tussen de kerstbomen. Hoeveel kerstbomen liggen hier? Ik heb hem. Ongeveer 400. Gevonden.